Vandaag is het dan zover. Ik ga verhuizen. Oh my god. Wat heb ik raar geslapen en ik werd misselijk wakker. Dus er zat waarschijnlijk iets niet helemaal oké gisteren in het eten. Want ik was gisteren na het eten ook al misselijk. En dan nu word ik misselijk wakker. Maar goed. Ik ben ook echt super moe, want ik heb echt veel te weinig geslapen. Ze gingen echt om 9:15 of zo al boren. En dat is niet super vroeg, maar wel als je pas om 5 uur gaat slapen. Dus ik ben echt heel erg brak. En ik heb vet honger. Na de misselijkheid. Ik ga wakker worden. Dan ga ik eventjes mijn head around it wrappen. Wat ik allemaal moet doen. Want ik moet best wel wat dingen weggooien. En ja, ik ben gewoon gestrest. Dus ik ga eventjes iets doen. Wat wakker worden ook involved. En dan spreek ik jullie waarschijnlijk later wel weer. Hopelijk als alles in de auto zit. En we op weg zijn naar Drenthe. Ik ga even mijn glas weggooien en dat is nogal wat door dit kleine gaatje. Yep. Nou, this is the last of it. Deze doos. En deze doos. En dan is alles hier empty. Hoor je het? Hier ook alles empty. Oh my god. Ik ben gearriveerd in mijn huis. Mijn moeder is zwaar op zoek naar de internetaansluiting. We zijn allebei zwaar op zoek naar de internetaansluiting. Want dat is natuurlijk het eerste wat ik ga doen als ik hier aankom. Mijn internet aansluiten. Want die is al overgezet. Maar we kunnen het allebei niet vinden. We hebben elke hoek van de kamer al gezocht. Is er niet achter een mapje misschien of zo? Is het in één keer zo? Koek, koek. Nee. Weird. Echt super weird. Je ziet nergens zo'n ingang of zo. Dat is wel heel erg klein. Hallo. Nu heb je het gedaan, hè? Blijf Ik vind het wel knap, want ze hebben het wel al hierheen gezet. Dus het moet wel aanwezig zijn. Maar we weten dus niet waar. We gaan meteen flink avontuur tegemoet. Nou, daar ben ik dan. In mijn nieuwe huis. Helemaal lonesome. Kan ik hem hier aandoen? Nee. Mijn lamp heeft zeg maar een heel gek systeem. Dat als je niet aan het draadje trekt, dat hij dan hier ook niet doet. Maar nu wel. Weird. Maar goed. Ik heb mijn handen best wel vol. Dus ik moet even mijn handen leegmaken. Ik heb mijn handen vrijgemaakt. Maar ik heb echt weer een shitload gedaan natuurlijk. Ik zit nu in mijn nieuwe place. Dit is mijn behang situation op dit moment. Ik heb eventjes de balletje opgehangen en mijn dromenvanger. En ja, ik ben erachter gekomen dus dat er een deel van mijn bed mist. Dat is echt super lame. Want ik dacht eerst, ah, ik ga mijn bed niet in elkaar zetten. Ik slaap me gewoon op de grond. Maar toen dacht ik, weet je wat, het is ook helemaal niet zoveel moeite. Het is 8 schroefjes even en dan is dit vast. Maar ja, nu ben ik er dus achter dat er 3 delen van mijn bed missen. En dat is het middenberm. En daar kan ik dus dan geen lattenbodem op leggen nu. Nu heb ik dus een deel niet. Maar goed, ik hoop dat die terecht komt. Wat ik net zei is dat ik mijn handen vrij ging maken. En dat ik dan weer terugkwam. Maar ik ben ondertussen gaan douchen. Ik ben ondertussen mijn gezicht gaan wassen. Mijn tanden gaan poetsen. En ik heb de hele heute met teutel weer achter de rug. Ik heb eventjes mijn telefoon leeggehaald en ik heb hier mijn laptop nu. Echt, oh my god, jongen. Ik kon eerst het internet nergens vinden. En daarna had ik het eindelijk gevonden in de hoek van de kamer. Hebben ze vet dom een kachel voor dat blokje geplaatst. Waardoor ik dus nu niet dat blokje los kan klikken en mijn internet dus kan aansluiten. Like, seriously? Dus nu moet ik het zonder Dr. Sandra Lee doen, helaas. Hij ziet mijn wifi wel, maar ik heb geen internet.
Het is echt heel erg irritant. Dus daar ga ik morgen meteen achteraan. Waar ik morgen ook achteraan ga, is de gemeente. Ik ga morgen even de auto lenen van de vriend van mijn moeder. En dan ga ik naar de gemeente toe. Dan ga ik me inschrijven. Zodat ik alles meteen kan aanvragen. En zodat ook mijn post meteen hier komt. Zodat ik zo min mogelijk post krijg op mijn oude adres. Want daar heb ik echt geen zin in. Geen zin om elke keer het moeten ophalen of zo. Dus ja. Ik weet dat de vlog niet heel erg lang is. Maar ik ben echt heel erg moe. Echt, deze dag was fucking intensief. En ja, ik heb niet heel erg veel ervan gevlogd. Maar dat begrijpen jullie vast wel. Ik ga in ieder geval gauw slapen. Want voordat ik over mijn slaap heen kom en ik dus niet meer kan slapen, wens ik jullie een hele fijne avond. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie morgen weer voor een nieuw avontuur. Slaap lekker! Ik zeg jullie letterlijk net gedag en ik heb weer zoiets weirds. Ik trek mijn stekkertje daaruit omdat ik mijn oplader dichter bij mijn bed wou hebben. En nou doet deze hele lichtslinger het niet meer. Gewoon, hij doet het hier niet. En als ik hem weer meeneem naar hier, doet hij het ook niet. Terwijl mijn oplader het wel gewoon doet. Dus het ligt niet aan mijn stroom. Plus mijn licht doet het gewoon. Het is toch fucking strange. Waarom is het ineens? Hoe kan dat nou? Straks is hij gewoon meteen kapot. Oh. Why? Echt, waarom heb ik dit meteen nu? Fucking. En nou doet hij het ineens weer. Hij ging een paar keer flikkeren. En nou doet hij het weer. Echt, seriously? Dit is echt de worst introduction to this house. Maar goed, ik ga nu slapen, hoop ik. En ik zie jullie ook, hoop ik, morgen weer.